Work-life balance. Hoe combineer je werk en gezin? Hoe combineer je ondernemerschap en gezin? Vandaag neem ik je mee in het verhaal van Loes. Loes had een leuke baan, maar worstelde met de balans tussen werk en gezin. Ze reisde van de kinderopvang naar haar werk. En op een gegeven moment dacht ze, ik wil iets anders. En ik loop vast in ontwikkeling, in groei, in uitdaging. Nou, uiteindelijk kwam het begrip virtueel assistent op Loes' pad. En is ze als VA, virtueel assistent, aan de slag gegaan. Nou, wil je precies weten wat de VA is? In de blog staat een link naar de andere blog met uitleg daarover. Loes begon en startte haar eigen bedrijf als virtueel assistent, waardoor ze vanuit huis ondernemers kon ondersteunen op afstand. Dus ze had veel meer tijd om bij de kinderen te zijn en ze kon zich tegelijkertijd ontwikkelen en ondernemer worden, wat ze zo graag wilde. Nou, het mooie is van ondernemerschap en virtueel assistent is dat je dat gaat doen wat je ontzettend leuk vindt. En dat kan tevens zo leuk zijn dat je je wel eens erin verliest. En ook dan is het belangrijk dat je de balans blijft houden tussen werk en gezin. Tuurlijk, moeders houden alle ballen hoog in de lucht. Hè? Maar het belangrijke is dat je wel de balans houdt. Nou, ik heb hier een paar tips voor je hoe dat je goed de balans houdt om het ondernemerschap en je werk als virtueel assistent te combineren met je gezin. Allereerst, de tips die ik je wil geven is, zet voor jezelf eens op een rijtje en schrijf eens op post-its van, goh, wat zijn nou de dingen die jij heel erg leuk vindt om te doen? Even los van het werk, waar geniet je nou van? Hè, sauna, uit eten, winkelen, skiën, nou, noem maar op. En zet ze in vakjes, die post-its van belangrijk, niet zo belangrijk en zeer belangrijk. En plan dan regelmatig momenten in je agenda in waarin je dat soort leuke dingen gaat doen. En dat mag best een keer door de week zijn. Het hoeft niet altijd in het weekend te zijn. Je hoeft niet altijd te werken op de momenten dat de kinderen op school zitten of er niet zijn. Wat ook belangrijk is, is dat je niet te vol plant met klanten. Hè, dus je hebt ruimte nodig tussen jouw klanten in om flexibel te zijn. Want jouw klanten die nemen ook wel eens wat minder of wat meer uren af. Dus plan je niet te vol. En plan ook leertijd in. Want hoe leuk is het om voor klanten te werken? Superleuk, maar je wil daarnaast natuurlijk jouw klanten nog beter helpen om nog meer dingen te leren. Nou, dus plan die leertijd ook in je agenda in als zijnde werktijd. Zodat je ook de rust hebt om dat te doen wat je ook heel erg leuk vindt. En daarbij is het belangrijk, wil je je bedrijf laten groeien, zorg er dan voor dat je goed zelf ook zichtbaar bent in de markt. He, dus plan bijvoorbeeld, nou zeker als je nog meer klanten wil, 2 blokken van 2 uur in je agenda in, waarin je werkt aan je zichtbaarheid om aan meer klanten te komen. En heb je al wat klanten, heb je wat minder klanten nodig, dan kun je misschien wat minder ruimte nemen. Wat belangrijk wel is, is zorg voor zichtbaarheid. Geen één bedrijf kan zonder zichtbaarheid. Je moet zaaien, zaaien, zaaien. En zo bouw je je bedrijf verder op. Rome is ook niet in 1 dag gebouwd. Dus gun jezelf ook die tijd. Maar blijf wel in de actiestand. Dat is wat ik heel vaak zie. Daar stokt het toch heel vaak dat toch je als ondernemer niet in actiestand blijft. Dus plan elke week die blokken en zorg dat je zichtbaar bent en verspreid het woord over wat je doet. Wat ook belangrijk is, gun jezelf ook een oplaadmoment. In die zin, elke dag even een half uurtje iets doen wat jou ontzettend veel energie geeft. Even los van je werk. Het zij dat het een boek lezen is, het maakt me niet uit wat het is. Maar ook voor jouw gezin is het belangrijk dat je ook even ontspant. En niet altijd dat die boog gespannen blijft. En maak keuzes. Denk ook wel eens bij jezelf na van, goh, wat dient mij niet meer? Welke contacten die ik heb dienen mij niet meer? Welke activiteiten die ik doe dienen mij eigenlijk niet meer? En durf dan ook grenzen te stellen en keuzes te maken door te zeggen, ik ga het niet meer doen. Ja. Weet je, dat is ook heel krachtig. Je kunt niet alles. En doe eens een keer niks. Ook nog een goede tip. Doe eens een keer niks. Pak eens een lekkere kop koffie, kop thee. Ga zitten en doe eens even niks. En dan voel je je misschien wel schuldig.
Maar onderzoek is het aangetoond dat juist even niks doen ook heel goed is voor je hersenen. Je zet je creatief brein aan de slag. En dan kan het zomaar zijn dat als je dadelijk wel weer iets gaat doen, dat het zo uit je pen stroomt. Dus voel jezelf niet schuldig en neem ook af en toe gewoon even een moment voor jezelf. Plan vakanties vooruit in. Ook heel fijn om naar uit te kijken. Ja, je bent ondernemer, je plant zelf je eigen vakanties. Plan ze dan ook. Hè, doe dat. En voel je ook niet schuldig dat je als werkende moeder, omdat je het ook ontzettend leuk vindt, misschien jezelf wel eens schuldig voelt dat je werkt. Weet je, we leven in Nederland, een land waarin je werk en gezin heel goed kan combineren. Andere landen om ons heen, daar werken veel vaders en moeders allemaal fulltime. Dus weet je, wees gewoon een inspiratie voor je kinderen. Laat zien dat je een succesvol bedrijf opbouwt. En laat zien dat je als moeder veel meer in je hebt en dat je voorbeeld bent. Nou, ik heb nog een paar tips voor jou en je gezin. Is dat je ook samen gaat kijken met je gezin. Wat zijn nou dingen die wij heel leuk vinden om te doen? Weet je, als ondernemer bouw je een goed inkomen op. Je hebt gewoon financiële ruimte om leuke dingen te doen. En plan ze dan ook in. Hè? Wat ook belangrijk is, is dat je grenzen aangeeft. Wanneer werk ik wel en wanneer werk ik niet? En dat zij en jouw gezin of je buurvrouw die graag op de koffie komt, de mensen om je heen daar ook rekening mee houden. Dan werk ik wel en dan werk ik niet. Ook al werk ik thuis. Wil niet zeggen dat ik altijd beschikbaar ben. Dus stel je grenzen. En wat dan ook daarin belangrijk is, is dat je voor jezelf samen hebt gekozen, samen met je gezin van dan werk ik wel, dan werk ik niet. Dat je niet altijd even tussendoor, oh, nog even dit afmaken of nog even dat afmaken en mama zit weer met die laptop, want het is zo leuk. En laat die laptop dicht en pak eens een boek en ga gewoon lekker, als je kinderen bezig zijn, gewoon even lekker een boek lezen. Ook super fijn, veel meer in de relaxstand en je leert meteen als je een boek pakt waar je ondernemersdingen uit leert. En wees lief voor jezelf. Probeer niet te perfectionistisch te zijn. Als je huis een puinzooi is, trek dan gewoon die deur een keer dicht en ga op je kantoor werken. Goed is goed. Het hoeft niet altijd perfect te zijn dat je huis een spik en span is. Weet je, er zijn belangrijkere dingen dan dat je huis helemaal tiptop in orde is. Dus wees lief voor jezelf. En de laatste tip die ik je wil geven is, als de ruimte er is, neem iemand die je huishouden van je overneemt. Zodat als je de tijd hebt, je ook echt de quality time voor je kinderen hebt. En je niet de hele dag je huis op orde aan het brengen bent. Dus ik hoop dat je heel veel hebt gehad aan deze tips. Ik wens je heel veel succes en heel veel quality time met je kindjes.